Dames en heren, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag 17 september 2022. En ik ben een half uurtje geleden vertrokken vanaf het station van Maastricht. En ik rijd nu in de richting van Sleenaken, als ik het goed uitspreek. Dat is net over de grens, Nederlands-Belgische grens. Dus daar rijd ik nu naartoe. Ja, en zoals u ziet, nader ik nu de Belgische grens. Smeermaas, Lanaken, dat kan het wel even. Minimaal te zoeken, kijk. Zo. Ja, kijk. België, Smeermaas, Lanaken. Dus ik rij nu Lanaken binnen. Ja, ik zei het net, Sleenaken, maar ik denk dat het een andere plaats is. Maar goed, dat moet ik zo even nakijken, dan gaan we anders weten. Hier nog een dijkje zo langs de Maas. Maar goed, we gaan eerst maar het centrum in gaan. Oh ja, en als je op de hoogte wilt blijven van de laatste video's op mijn YouTube kanaal, like deze video en hou je bezig met mijn kanaal.
dames en heren, zoals u merkt ben ik hier net Lanaak uitgereden, want het was ook niet zo heel erg groot, maar het maakt niet uit. Gaan we even verder kijken wat er verder nog is. We gaan nu richting Schiedendaal, in Maasdijk en Tongeren. Nou, we gaan even kijken waar we uitkomen. We net waren een soort voorgedeelte van Lanaken. Maar goed, we gaan even kijken wat verder hier te doen valt. Ja, ik denk dat we dan. Ja, ik zie het ook al. Nou, ik zal even laten zien. Kijk even in. Ja, nou, ik weet niet of je het kunt zien, maar daar staat hier op het bord dat we richting het centrum moeten op die kant. Dus dat gaan we maar even doen. Want die ogen tekort. Nou, dat zou je niet moeten kunnen. Hier dan het centrum van Lanaken. Nou, het ziet er allemaal gezellig uit. Genoeg horecagelegenheden.
Ja, dames en heren, je zult merken dat het beeld een beetje trilt, maar dat komt omdat de straat hier, zoals je op de film kunt zien, met keien bestaat. Dus ja. Goed, zo krijgen we een stuk straat wat minder hobbelig is, zeg maar.
Dames en heren, tot zover dan dit filmpje over Larnaken in België. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Groet, Erik Boogaard.